So lazy ali bi ebi ai tranga futru you ai elong watra ager si ebi no de ma uma tankari na you gado asai ebi u langa e anu kongi u No broko yere moro Na veli yere mo Ma giabra nara santa yeye Uma God zegen, kijkers. Hier zijn we weer met Vrouw Vandaag TV. En ik dank de Heer dat u er bent om te kijken. Meld u gauw aan anderen dat het weer rond 8 uur is, zondagavond. En dat men ook kan kijken. En als je het niet kan ontvangen op, uw kanaal, op kanaal 31.1, dan maar op www.shalomsuriname.com. Je kunt dat ook voortzeggen. Ik ben Margo Salingdeli, voor degenen die dat nog niet weten. En het programma, u weet hoe het gaat. Ik heb vandaag weer een dynamische vrouw. Die de Heere veel heeft gegeven ja, in zijn koninkrijk om te bouwen. En het is niemand minder dan zuster Caroline Steeman. Welkom in ons programma vandaag. Hartelijk dank, zuster Margo. Ja, fijn dat u wilde komen. Ja, dank u voor de uitnodiging. Het is een bijzondere eer om hier met u te zitten. Ja, fijn. U bent van harte welkom. En natuurlijk bent u niet onbekend in onze samenleving. En misschien kunt u met de kijkers delen wie u bent en ja, wie u bent. En dan gaan we verder. Ja. Ja. Nou, mijn naam is inderdaad Caroline Steeman. Ik ben misschien inderdaad in evangelische kringen bekend als iemand die onderwijs geeft, die bijbelonderwijs geeft. Ik ga gewoon beginnen hiermee. Ik hou van Jezus. Hem dien ik, hem probeer ik in alles te volgen. Maar daarnaast ben ik ook de directeur van Tehillah Celebrations Cake Supplies. En dat is een Tehillah Celebrations en dat is een bedrijf dat cake supplies, onder andere cake supplies verkoopt. Dat is in grote lijnen wie ik ben. Fijn, zuster Caroline. Ja, u bent een begiftig. Zoals de hoge sector, met de gaven van de Heer, behalve dat u teaching. Wilt u over uw bedrijf praten? Het is voor mij nieuws hoor, het is nieuw voor mij. Ik heb wel, u hebt me eerder uitgelegd wat het is. Maar de kijkers, misschien ook voor hun is het nieuws. Ja, wat houdt het allemaal in? Wat voor bedrijf is het? Ja. Ja. Nou, Tehillah Celebrations, dat is een bedrijf waar wij cake supplies verkopen. Het is een bedrijf waar, eigenlijk bestaat het bedrijf uit 3 takken. De winkel, dat is dus echt waar we de cake supplies verkopen. Ja. Dan hebben we de Cake Academy, Tehillah Cake Academy. Dat is de tak waar wij lessen verzorgen, waar we workshops geven, waar we trainingen geven. Als het gaat om bakken, als het gaat om taartdecoratie enzovoorts. Mm-hmm. En dan hebben we nog de productie, de productielijn. We hebben onze eigen productielijn waar we dus decorators icing produceren. En we maken ook kruiden voor het bakken van taarten. Dus dat is in principe wat we ook nog doen. Oké, het is een heel bedrijf. Ja, het is echt een heel bedrijf. En kunt u dan in de 3 delen uitleggen, wat doen jullie allemaal in de winkel? Laten we beginnen bij het fabriceren van de kruiden. Ja, het fabriceren van, eigenlijk is het weer die fabricatie ligt meer in het maken van decorators icing. Nou, meestal als u een taart krijgt, dan is die taart heel mooi gedecoreerd. Ja. Dan heb je de cake die is gebakken en daar overheen, zeg maar, doet men icing. Icing is een bestanddeel of een product dat bestaat uit de bestanddelen vegetable shortening, confectioner sugar, assanse water, zout en wat andere kleine dingen. Mm-hmm. Dat is in principe wat we doen, dus dat produceren we. Mm-hmm. We leveren dat dus, we verkopen dat in onze winkel, maar we leveren ook aan een andere supermarktketen hier. En we
maken ook voor de klanten die daar behoefte aan hebben, maken we ook bulkbestellingen. Dus okay. Dat wil zeggen de mensen die dus niet maar één emmertje willen, maar bijvoorbeeld 5 kilo, die willen 10 kilo of zo, dan maken we dat ook, dan produceren we dat ook. Okay. Dat is één. En de kruiden die maken we in principe, ik heb een bepaalde samenstelling, mm-hmm. die we gebruiken voor het bakken van cakes. En dan doen we gewoon bestaande kruiden, maar die mix ik dan in een bepaalde verhouding, volgens een bepaald recept. Mm-hmm. En dat verkopen we dan ook. In ja, de dus winkel. Dat is in de winkel, ja. Dus dat is onze productietak, zeg maar. Dat is wat we nu doen ja, op het gebied van productie. En als we over productie praten, dan praten we ook over arbeiders. Arbeiders, ja. Ik heb op dit moment heb ik twee geweldige dames, hoor, moet ik zeggen. Mm-hmm. De ene dame, dat is ook een zuster in de Heer. Zij werkt al 15 jaar, denk ik, met mij. Okay. Want mijn bedrijf is niet hier begonnen. We zijn al veel eerder begonnen. Daar kan ik misschien straks wat over zeggen. Jawel, ja. We zijn al veel eerder begonnen, maar zij maken dus, zij produceren de ijs. Ik hoef er niet eens meer bij te zijn. Mm-hmm. Dus dat is prettig. Dat zijn de twee dames. En ja, inderdaad, als we gaan uitbreiden, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling, mm-hmm. dat we gaan uitbreiden en ons product wat breder op de markt willen brengen. Okay. Dan zou je uiteindelijk wel wat meer medewerkers moeten hebben. Maar ja, ik heb twee fantastische dames die dat voor mij doen. Voor nu is het ja, dat. Ja, voor nu is het dat, ja. Okay. En het lukt wel aardig. Het lukt heel goed. Okay, het lukt heel goed. Volgende is natuurlijk, hoe bent u ertoe gekomen om te doen wat u nu doet, om zoiets op te zetten? Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Mm-hmm. Toen ik jong was, heeft mijn moeder een keer ik ben in Nederland opgegroeid en mijn moeder kocht daar een boekje, Alles kan in de Lepelstraat. Dat is een kinderbakboekje. En in principe heeft mijn moeder me de liefde voor het bakken bijgebracht. Mm-hmm. En zo bleef ik echt vanaf jonge leeftijd, bakte ik kleine dingetjes, heel makkelijk, mm-hmm. hele makkelijke recepten en zo. Ja, ja. En die interesse is eigenlijk altijd gebleven. Okay. En later heb ik een opleiding gedaan in Amerika. Ben ik naar de Wilton School of Cake Decorating and Confectionery Art gegaan. Daar heb ik een aantal opleidingen gedaan. Mm-hmm. Teruggekomen en toen langzaam maar zeker is het begonnen dat, weet je, op familiefeestjes dan bak je wat. En dan krijg je een bestelling voor een volgende. En dan krijg je een bestelling voor een volgende. Mm-hmm. En zo is het in principe gegroeid. Okay. En uiteindelijk heb ik een... is het een goed lopend bedrijf geworden, waarbij ik de laatste 10 jaar, want inmiddels, maar dat was dus, ik decoreerde zelf de taarten. Dus dat, dat is hoe het begonnen is. Toen had ik nog geen winkel. Ja. De winkel is, heb ik geopend in 2011. Okay. Maar ik ben in principe al echt een beetje fulltime gegaan in de jaren 2000, zeg maar, ben ik een beetje fulltime dit gaan doen. Okay. Omdat er steeds meer vraag kwam naar de taarten. Mm-hmm. En de laatste 10 jaar van dat ik zelf cake decorating heb gedaan, taarten op bestellingen heb gedaan, daar heb ik uitsluitend me gericht op het maken van wedding cakes. Okay. Okay. En daar ben ik dan in 2015 mee gestopt. Mm-hmm. Waardoor ik me nu helemaal kan wijden aan de winkel en aan het lesgeven. Dat vind ik leuk. Okay. Ja, dus zo is het in principe ontstaan. Het is gegroeid. Mm-hmm. En eigenlijk moet ik, terwijl ik dat woord ontstaan zeg, moet ik denken aan... mijn zus had afgelopen zondag mocht ze het woord brengen bij haar in de gemeente. En toen zongen we dat niet al voor mijn leven is ontstaan. Is ontstaan, ja. Had u een doel, hè, voor mijn bestaan. Ja. En in principe zie je dat hele proces, toch? En dat dit toch wel een doel is. Misschien is iets leuks om van Tehila, of iets belangrijks om van Tehila Celebrations ook te zeggen... is dat toen ik dit startte, de winkel, zal ik maar zeggen, toen heeft God me, ontving ik dit van de Heere, Tehila Celebrations. Trouwens, Tehila Celebration staat ook ergens voor, want Tehila is in de Bijbel praise, and highest praise and celebration, en je kan het ook zien als een bepaalde vorm van worship, daar staat Tehila voor. Ja. En als je een taart bestelt, dan heb je eigenlijk altijd iets te vieren. Mm-hmm. Toch? Zij het een geboorte, zij het een verloving, zij het een huwelijk, zij het een verjaardag. Yeah. En wat het ook is. En dus het is, je celebreert altijd. Maar ik heb het dan zo gebracht dat in elke celebration, wat het ook is het een geboorte, is het een doop, is het een opdragen, is het een
huwelijk. Mm-hmm. Het is een celebration to celebrate God. Amen. Ja, toch? Want elke stap, elke mijlpaal in het leven, die ontvangen we van de Heere. Ja, zeker. Ja, toch? En, yeah. En daarom noem ik het Tehila. Dus in die celebration prijs je God. Prijs je, geef je hem die hoogste eer en die hoogste lof. Yeah. Dus dat is het. En God had toen 3 dingen gezegd, Tehila celebrations. Where the cross is first, where the cross is up front and which serves kingdom purposes. En daar heb ik me altijd aan gehouden. Okay. Omdat Tehila, mijn logo, die T heb ik gemaakt in de vorm van een kruis. En dan kan je zeggen, where the cross is up front, where the cross is first. En ik probeer dus ook in mijn bedrijfsvoering dat hoog te houden. Ja, om echt wat je ook doet, te doen in een spirit of excellence. Amen. Dat is heel mooi. Ja. U zei celebration en daar hoort cake bij. Hè? Doet me denken aan mijn kleindochter. Ik was 1 jaar en ik, ze was nog klein, is 23. Zei van, toen zei ze, oma, bent u jarig? Bent u echt jarig? Ja. Ik zei ja. Toen zei ze, nee, je bent niet jarig, want u hebt geen taart. Geen taart, En we moesten zo lachen. Ze associeerde taart met, dus verjaring met een taart. Met er een hoort taart. Een taart bij. Ja, daar hoort want een taart, toen was ze ongeveer 4 jaar en ze had steeds een taart gehad. Ja, op de verjaardagen. Dus zei dat oma is niet jarig. Niet jarig, want er is geen taart. Er is geen taart. En het is mooi hoe u het hebt uitgelegd, hoe de Heer het heeft gegeven. En het is bijzonder wanneer we iets krijgen van de Heer en dat Hij ook de bedoeling erachter duidelijk maakt. Ja. Ja, en dan vooral als we erin wandelen, zullen we zeker de zekeningen zien. Ja. Hè? En u hebt al gezegd hoe lang u bezig bent hiermee. Hebt u nog een dromen hierover om nog verder te gaan hiermee? Ja, ik denk uiteindelijk dat mijn wens is en is dat we dus uiteindelijk toch die icing wat breder kunnen aanbieden. Ja, dat is, waar, dat is een proces waar ik mee bezig ben. Dus dat is echt een droom, een visie die ik heb. Mm-hmm. Om die icing dan toch, want het is een veelgevraagd product. Okay. Een zeer gewild product ook. Het bespaart de mensen die taarten bakken heel veel tijd. Want het maken van de icing, daar gaat wat tijd in zitten. Want je moet zeven, je moet voorbereiden, alles enzovoorts. Mm-hmm. Dus het is wel een zeer gewild product, ja. Dus dat is eigenlijk de droom die ik nog heb. Mm-hmm. Om dit toch wel breder, aan een bredere markt aan te gaan bieden, ja. Mm-hmm. En ik geloof ook van de manier waarop u het doet, hè, is bijzonder. Is niet als alle icings, dus ja. Het zal wel een gewild product zijn, omdat mensen die het eens hebben geproefd ook willen. En zeker willen ze hun eigen product dus daarmee decoreren. Ja, dat klopt. Ja, zo. Dat is heel mooi. En wanneer u dus dan verder gaat daarmee, hoe combineert u dat met uw bediening van de Heren? Nu, laat me zeggen nu. Ja. Hoe doet u dat? Ik vind dat een hele mooie vraag en het is... Het antwoord op die vraag voor mij is altijd, blijft een uitdaging. Mm. Dat is voor mij altijd vanaf het begin de grote uitdaging geweest. Yeah. Van hoe breng je die balans in de bediening voor de Heer, waartoe je geroepen bent voor de Heer. Yeah. En in het werk dat je doet, hè, dagelijks werk. Yeah. En ik heb mijn tijden van worsteling daarmee gehad, hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. Omdat mijn hart gaat echt uit naar ministry. Mm-hmm. En dat is waar ik ook echt in eerste instantie prioriteit aan geef. Ja. Maar daarnaast, dat bedrijf moet draaiend blijven. En ik moet wel erbij zeggen hoor, God heeft me gezegend met een, zeker toen we met de winkel begonnen, in 2011 met een geweldig team van medewerkers. Heeft een dame bij ons in de winkel gewerkt, als ik het goed heb, 10 jaar lang. En zij had al wat ervaring. Okay. En zij was de manager van de winkel. En ik moet zeggen, ze heeft in die tijd ontzettend veel voor mij opgevangen. Want in die tijd, ik mocht 10 jaar ook dienen in gemeente Bribita Hannaslus. Het heet nu anders, het heet nu Gods Fundament. Mm-hmm. Maar ja, daar mag je dienen in leiderschap. En daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. U weet het zelf, u bent zelf de vrouw van een voorganger. Ja. En daar gaat zoveel tijd in zitten dat je dan echt...
denkt van waar nu en wat nu en begrijpt. Er is heel veel in een gemeente waar je dan je tijd en je energie aan moet geven. Ja. Daarnaast moet dat bedrijf doorgaan. Ja. Dus ja, dat is een hele grote uitdaging. Ik zeg erbij zelfs nu. Mm-hmm. Want ik ben net weer in een transitie van fulltime ministry. Dat is echt wat ik heb opgepakt. Mm-hmm. Maar daarnaast heb ik dat bedrijf nog. Dus ik geloof sterk in het principe wat in Gods woord staat. En het moet niet klinken als een theologisch lesje, maar het is gewoon, zoek eerst zijn koninkrijk. Yeah. Ja, toch, en al het andere zal u bovendien geschonken worden. En dat is een principe waarbij ik leef. Yeah, en dat is wat ik doe. Prioriteit geven aan de dingen van God. En al het andere, dat wordt geschonken. Mm-hmm. Ik noem het altijd zo, it's living in the realm of the added. Want in het Engels staat er all these things, en all these things, dat slaat terug op voeding, kleding. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Yeah. En God zegt, they shall be added. Die worden toegevoegd, uh-huh. Gods voorziening. Yeah. Ja, dus dat is een beetje breed antwoordgevende op uw vraag. Maar ik denk dat in de loop van de jaren heb ik geleerd om een stukje balans te leggen. En nogmaals, wat ik wil benadrukken, is dat je een goed team moet hebben. Okay. Weet u dat stukje van het bedrijfsleven waar ik dus ben. Ja. Als directeur van een bedrijf, als je een team hebt en je kan het aan hen overlaten. Mm-hmm. In die zin van dat je het overziet. Ja. En dan denk ik dat het mogelijk is om die combinatie te maken. Ja, okay. Ja, die combinatie te maken. Maar ik vind het fijn dat u hebt gezegd dat u ook een poosje ermee hebt gestruggeld om het te vinden. Want het is niet patsboom. Ja, ik heb de ministerie en ook nog mijn bedrijf. En het komt direct. Dat is eerlijkheid. Hè? Ja. Om te laten weten van, kijkers, wij zijn geen van ons is perfect. We doen onze best, we maken moeite als er iets is. En we kunnen leren van deze vrouwen om te weten van, het eist eigenlijk discipline. Het eist dat je, net wat u zei, een goed team hebben. Mensen die je kunnen ondersteunen. En dat is heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar we hebben nu een pauze. We gaan nu naar een break. En dan na de break komen we terug. So lazy alibi ebi, ay tranga futru, yu ay elom watra, ager si ebi no de. Daar zijn we terug van de break en we danken de Heer dat we door kunnen gaan. De tijd is alweer niet onze bondsgenoot, dus, maar we gaan afronden. En we danken de Heer daarvoor dat we zuster Caroline nog enkele vragen kunnen stellen. Waar staat uw winkel precies? Mijn winkel staat aan de Verlengde Gemeene Landsweg 141. Hoek Nicolaas van Meertelaan. Dat is Verlengde Gemeene Landsweg. Dat is een kleine mall. En ik ben in een van de units beneden. Oké. En men vindt het wel. Het is niet zo moeilijk. Nee. En jullie zijn elke dag open of zo? Ja, we zijn elke dag open. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. En op de zaterdag van 9 tot 3 uur. En daarnaast zijn we dan soms in de middagen ook open. Dan geven we lessen, waar we dus de workshops geven. We geven verschillende baklessen. We geven verschillende decoratielessen. We doen nogal wat op het gebied van taardecoratie. En ik probeer zoveel mogelijk dat, wat ik zelf natuurlijk in de loop van de jaren aan ervaring heb opgedaan. Ja. Dat probeer ik zoveel mogelijk over te brengen.
op anderen. Het is een van de dingen waar ik ontzettend veel van hou. Oh, okay. Is het lesgeven en overbrengen van je ervaring. Mm-hmm. En eigenlijk, om op die manier, want toch iets, een soort van blauwdruk achter te laten in Suriname. Heel veel van de baksters, die tegenwoordig goed lopende bedrijven hebben, zijn echt bij ons begonnen. Mm-hmm. Echt die niks wisten van bakken, van taardecoratie. Die hebben dat bij ons geleerd en hebben nu een goed lopende bedrijf. En dat is eigenlijk ook een Bijbels principe, toch? Dat je dat wat je hebt, je geeft het over, je mentort. Je kennis draag je over, de inzichten die je hebt ontvangen, die draag je over. En dat is iets wat ik ontzettend fijn vind om te doen. Oké, ja, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Hoe geeft u lessen? Maar dat hebt u al gezegd. Ja. En kan iedereen zich aanmelden die het wil leren of zo? Ja hoor, iedereen kan zich aanmelden. We hebben de workshops en de trainingen en de cursussen zodanig ingedeeld dat er voor iedereen een niveau is. Mm-hmm. Bepaalde cursussen, dan kan je beginners instappen op het niveau van een beginner. En dan kan je dus later, als die basis gelegd is, dan kan je dus doorgaan naar het volgende niveau. En dat is het advanced niveau. En iedereen kan zich inschrijven. Iedereen is welkom. Okay. En dat kan altijd. Aan het eind komt uw nummer en zo onderin het beeld. Ja. Dan kan men dus contact met u maken om eventueel te volgen als ze die trainingen willen volgen, toch? Ja. En workshops. Ja, en tenslotte, zuster, hebt u nog iets te delen met de kijkers? Iets uit uw hart? Ja, ik heb erover nagedacht. Wat voor mij belangrijk is. Ik vind het mooi dat thema waarmee dit programma begint. Van als vrouwen met Christus wandelen, dan bereiken ze hun bestemming. Bestemming, ja. En dat is in principe dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Gewoon Christus volgen. Ik hou van het Bijbelgedeelte waar er staat dat we onze weg moeten wentelen op de Heere. Mm-hmm. En waar er staat dat Hij ons dan zal geven de wensen van ons hart. Mm-hmm. En ik ben tot de conclusie gekomen, want vroeger las ik het anders. En ik dacht van de wens van mijn hart, wat wenst mijn hart? Maar het gaat erom dat God ons de wensen die Hij heeft voor ons leven en de gedachten die Hij koestert over ons leven in ons hart gaat leggen. Mm-hmm. En daar gaat het om. En dat je dan die wens die je dan uiteindelijk hebt in jouw hart, mm-hmm. die is altijd in lijn met Gods wil voor je leven. En met de bestemming en de weg die je moet gaan. Ja. En dat is het. En het gaat erom dat we Gods wil voor ons leven vinden. En als we die wil vinden, dan er komt een bepaalde wens om die wil van God te doen. Mm. Zo zie ik dat altijd. En dus nogmaals, want de Bijbel zegt ook, hè, dat het hart is arglistig. We kunnen soms dingen denken, we kunnen soms dingen vinden, we kunnen soms onze eigen weg bedenken. Ja, maar de Bijbel zegt dat we Hem moeten volgen. Dan gaat Hij ons geven de wensen van ons hart. En ik geloof echt, als je kijkt naar dat woord hart, dat betekent het je intenties, je gedachten, je emoties en alles. Dat is wat het hart is. Want het hart is een orgaan. Het is een fysiek deel van je lichaam. Ja. Maar dat hart wordt heel vaak in de Bijbel staat het eigenlijk als ons denken. Mm-hmm. En onze emoties en onze intenties. Mm-hmm. En die moeten in lijn komen met God. Mm-hmm. En dan heb je de wens van jou. Eigenlijk Gods wens. Ja. En zijn wil voor je leven wordt de wens van jouw hart. En ik denk dat we dan heel gericht kunnen gaan bidden. En dat we dan ook heel gericht, geliefde kijker en luisteraar, dat pad dat de Heer met u wil gaan, kan bewandelen. En er is één ding, ik wil een woord meegeven waar de Heer mij zelf mee bemoedigd heeft. En dat is, wat de situatie in uw leven ook is, wat de omstandigheden ook zijn. Weet u, er is een woord dat God me gaf een jaar geleden en Hij zei, pick up where you left off. Mm-hmm. Nee, dat wil zeggen, pak op waar je gestopt bent. Mm-hmm. En dat was voor mijn leven heel relevant. Maar ik wil u ook zeggen, dit is echt het woord dat God me gaf ook voor kijkers en luisteraars. Waar u begonnen bent en om wat voor reden u het ook hebt losgelaten. Dit is het woord voor deze tijd. God zegt, pak op waar je gestopt bent. Pak op waar je losgelaten hebt. Want dat plan van God voor uw leven, dat staat gewoon vast.
Nee, in de Bijbel staat er dat de genadegaven en de roeping van God, de Bijbel zegt ze zijn onberouwelijk. God heeft daar nooit berouw van. Hoe wij het ook verknallen, hoe wij ook afwijken van het levenspad. Er staat eigenlijk die roeping die op uw leven is en die genadegave die u daarbij ontvangen hebt om die in die roeping te kunnen wandelen. God zegt, hij neemt dat niet terug. Dat woord dat er staat, onberouwelijke staat, is onomkeerbaar. Ja, onomkeerbaar. En dat heeft God over uw leven gesproken. En ik wil u alleen maar zeggen, wandel dat pad met God. Vertrouw hem. Want dat is ook een van de Bijbelgedeelten in Psalm 37. Vertrouw op hem en hij gaat het maken. Amen. Dus wees gezegend. Pick up where you left off. Amen. Hartelijk dank, zuster Caroline. Ja. Dank u wel dat u wilde komen om met ons te delen. En we bidden God zegen voor u en uw werk dat u doet. En dat de Heer u verder zal zegenen. Dank u wel. Hartelijk dank, zuster Margo, voor deze gelegenheid. Welkom. Kijkers, we zijn aan het eind gekomen en we danken de Heer voor zo'n vrouw. Wilt u blijven bidden voor haar en ook u krijgt zo meteen haar nummer te zien. En dan kunt u ook contact maken als u iemand kent die een beetje struggelt met haar werk, om taart te bakken en zo, dat ze een training gaan volgen om daarna ook gezegend te zijn met wat ze mag doen. God zegen u en tot een volgende keer met Vrouw Vandaag TV. Ik ben Margo. So lazy alibi ebi, I tranga futru, you are elong watra, ager si ebi no de. No broko yere moro, na veli yere mo, ma gi abra nara santa yeye. Had u een doel voor mijn bestaan, beschreef mijn dag.